Ja, vrienden, jullie zien het gebeuren, hè? Ja, dat kan gewoon bijna niet anders. Ja, jullie zien het, ik zie het. Kijk naar al die praatprogramma's op tv. En het maakt niet uit of dat nou een met die Kaliet of hoe heet dat ook allemaal in die Sofie. En bij die Jinek en bij Op 1 en noem het allemaal maar op. Daar komen alleen maar mensen aan tafel van de coalitie. Ja, je ziet alleen maar VVD en CDA en D66 en die weten niet hoe gauw ze daar aan tafel moeten komen. Want ja, de verkiezingen zijn begonnen, vrienden, daar zijn we nou toch wel achter, hè? Het is duidelijk, ja. En zij snappen ook wel, daar in Den Haag, ja, die zien de bui al hangen, hè, hier. Die weten wat eraan zit te komen, hè? Ja, er komt een afstraffing aan, ja. En die zijn nu een beetje in paniek. Nu wel, want ze kijken ook naar die peilingen en ze denken, dat gaat helemaal niet goed. Want ja, die Ja 21 en noem maar op, en die BBB en de PVV, die komen helemaal niet aan bod. Bij die talkshows. Nee, die worden niet eens uitgenodigd. Nee, en als ze uitgenodigd worden, dan krijgen ze gewoon een vragenvuur. Met kritische opmerkingen en dan worden ze helemaal onder handen genomen. Terwijl die lui van D66 en die CDA en VVD, nou, die mogen gewoon vrij uitbabbelen. En ja, nee, we hebben het allemaal niet zo slecht gedaan. Nee. De afgelopen tijd, er was natuurlijk geen asielcrisis en er was niet dit en er was niet dat. Nee hoor, er was allemaal niks. En ze komen natuurlijk allemaal nu, ja, op een holletje. Met allemaal leuke nieuwe ideetjes. Ja, kijk eens wat we voor de toekomst willen. Komt natuurlijk geen zak van terecht, daar gaat het verder niet om. Maar dat, zo werkt dat, ja. En Hilversum, die doen daar gewoon graag aan mee. Want Hilversum, ja, die denken ook zo. Alles in Hilversum, dus allemaal een beetje links van het midden, dus die doen gezellig mee. GroenLinks en Partij van de Arbeid, die mogen ook gewoon lekker meesnuffelen. Ja, met die anderen. Want dat kunnen ze dat straks misschien. Rutte, gaat hij gewoon over links, hoor. Kijk maar uit, dat gaat hij gewoon doen. Als het er gewoon zo uitkomt. Ja. Maar ja, ze denken met z'n allen. Kijk, en daar zitten instinken, vrienden. Ja, ze denken dat het allemaal weer goed komt. Ja. Die CDA en die dingen, D66, die denken, het gaat allemaal wel meevallen. Nou, nee hoor, gaat niet meevallen. Dat is zo naïef om dat te denken. En in Hilversum denken ze het ook. Ze denken, ja, we kunnen die coalitie nog wel redden. Nee, vergeet dat nou. Mensen zijn niet zo gek. Ze onderschatten altijd de mensen, de kijker en degene die moeten stemmen. Die onderschatten ze gewoon. Ja, die denken altijd daar en zowel in Den Haag en in Hilversum, die zijn achterlijk. Ja, nou, jullie en ik, wij zijn niet achterlijk. Nee, natuurlijk niet. Dus vrienden, ja, de verrassing komt er nog aan.